50 jaar geleden vond er een ramp plaats op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. Op 12 juni 1967 ontploft een schip vol munitie in de kernhaven. Daarbij vallen bijna 150 gewonden en 2 doden. Kees de Goede en Adriaan Verbeek. Kees was gewoon aan het werk en Adriaan zat in de haven te vissen. Met een broer, een zus en een goede vriend blikken we terug op die dramatische dag. Hij heeft een boom niet eens gehoord, denk ik. Dus in een flits en weg. Het was eigenlijk een hele leegte wat er ontstond. Hè? Het was zo'n energieke en bruisende jongen. Ja, maar ik heb nog steeds het gevoel dat hij bij me is. Dat is heel pas. Op maandag 12 juni 1967 zijn militairen in de kernhaven op industrieterrein Lage Weide een schip aan het laden met oude munitie. De munitie zal worden gedumpt in zee. Rond het middaguur, als de militairen zijn lunchen, gaat het mis. Er ontstaat brand in een van de kisten en het schip explodeert. De knal is tot in de verre omtrek te horen. Nou, ik werkte op kantoor, dat is aan de voorkant, dus ik kon het allemaal wel heel goed volgen. En daar werkte ik, bij de boekhouding. En rond die uur of één was zo'n enorme klap, een enorme dreun zou je kunnen zeggen. Iedereen schrok, wat is er gebeurd? En toen zagen we, toen we naar buiten gingen, in de verte waar zeg maar die pijp staat, het lijkt net een soort sigaret nu, dat was één grote rookpluim. En iedereen dacht, wat is er in vredesnaam gebeurd? Geen enkele associatie met dat zou mijn broer wel eens kunnen zijn. Niet. Zo'n knal heb ik nog nooit gehoord. Zo hard. Ja. Echt. Het was zo'n harde knal, dat ik had zoiets van, wat gebeurt er? Ik was bij een kennis op visite, op Zuilen. En ik had dus met Adriaan afgesproken van, als je bij die kennis bent geweest, ik zou er op de koffie gaan, nu 11, 10, 11, 12. Als ik bij die kennis ben geweest, dan kom ik naar jou en Kees toe. Naar de kernhaven. Dan gaan we met z'n drieën gaan we vissen. En daarna gaan we dan naar jullie huis. Eten we daar een boterham. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben dus bij die kennis. Tot er dus plots een enorme knal te horen was. Ramen trillen daar. Je loopt naar het raam, je kijkt van wat is er aan. Je ziet dan een hele grote paddenstoel. Totaal niet wetende wat er dus aan de hand was. Ja, ja, er was een ontploffing geweest, maar meer ook niet. Ja, 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 ja. Ja, hij zou meevissen. Ik bedoel, dat was helemaal gepland. Ik zou met die jongens mee gaan vissen. Met die twee broers. Kees ja, heeft het overleefd. Kees heeft het overleefd. Ja. Is alleen aan één kant hoofd. Ja. En die hebben een hele trauma gehad. Kees Verbeek, de broer van Adriaan, overleeft de ramp, maar erover praten is na 50 jaar nog steeds moeilijk. Door de explosie raken 142 mensen gewond. De ontploffing is zo hevig dat tot in de wijde omtrek ruiten kapot springen. Ook granaatscherven vliegen alle kanten op. Twee mensen overleven de ramp niet. Eén van hen is Kees de Goede, 20 jaar oud. Hij is gewoon aan het werk in een kantoor naast het schip. Dat is Meini, dat is mijn zus, dat is Kees en dat ben ik. En dat zie je hier natuurlijk ook terug. Hè? Ja. Ik denk dat dit Kees is vlak voor zijn overlijden. Mijn broer en ik trokken heel veel samen op. Ja. En wij waren niet echt rijk vroeger. We woonden langs de straat en eigenlijk waren we straatarm, zeg maar. We waren wel heel sociaal aangelegd. Rechts onder ons woonde mevrouw Giesen. Ik zie haar nog zo voor me. Een hele oude vrouw.
En dan gingen we elke dag, belden we aan, dan gingen we boodschappen doen. Ook kattenkwaad. Wij zaten ook regelmatig op het politiebureau, moet ik zeggen. Wij waren geen slopers, dat is wat anders. Mijn broer en ik gingen bij kersen jatten in Bunnik. En dan hield hij de boer aan de praat of hij even een plasje mocht doen. En dan ging hij een mooi verhaaltje vertellen van, woont u hier mooi aan? Oh, wat heerlijk en wat wijds en prachtig. En ondertussen stal ik de boom leeg. Ja, dat hoort er allemaal bij. Alberts broer is 3 jaar ouder en werkt bij Philips in het laboratorium. Hij staat op het punt zich te gaan verloven. Hij had verkering met Els Koenders. Ze stuurde laatst nog wat fotootjes op. Die heb ik overigens nog nooit eerder gezien. Dat was van een bedrijfsuitje van de Philips. En mij staat bij dat hij die middag van 12 juni 67 om 1 uur een halve snipperdag had. Omdat hij zich zou gaan verloven. Hij zou wat gaan kopen voor de. En Els zegt nee, hij ging weg, want hij zou gaan solliciteren. Nou, wat nou de waarheid is, het zou ook wel beide kunnen zijn. Want ik weet dat mijn broer wel van verrassing me hield. Ja. Love me tender, love me sweet. Ja, die kuif. Schitterend. Hij had meestal zo'n rolkuif. Een spuugkuif noemen we dat dan. Ja. Dat deed je eerst je vinger erdoor en dan trok je daar zo naar voren. Zo, dat trok hij naar voren. Ja. Want dat was helemaal in. Dat was in die tijd. Ja. Net als Cliff en Elvis. Ja. Love me tender, love me true. Adriaan Verbeek is timmerman. Hij komt uit een groot gezin. Vader, moeder en 8 kinderen. Hij staat volop in het leven. Adriaan was af en toe wel eens gewoon lang leven de lol. Hè? Leuk, de leuke kant van het leven zien. Verkering, meisje. Helemaal lekker helpen. Straks gaat u trouwen. Oh, huisje mooi maken. Zo zat Adriaan in elkaar. En hij was zo verrekhandig. Enorm. Toen de tijd, tegenwoordig mag je er niet eens meer over praten. Toen de tijd had je van die schuimrubber vierkante tegeltjes, 30 bij 30, die werden tegen het plafond geplakt. Dan had je een prachtig plafond, had je toen. Nou, daar was je ook zo kundig. En dus had die hele zolder met mijn helemaal beplakt. Geweldig. Geweldig. Hé, hey, omaatje. En dan had mijn moeder koffie gezet. Even. Nou, even een paar koffie beneden. Dan gingen we weer naar boven, sampjes. Nee, was, ach, ja. Geweldige tijd, geweldige gozer. Meestal als hij van zijn werk uitkwam, dan sprongen we al op hem. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. Stoeien. Ja. Zus Greet is het nakomertje van het gezin. En Adriaan is haar lievelingsbroer. Ze is nog maar 6 jaar als het ongeluk gebeurt. Want toen dat ongeluk gebeurd was, toen mochten wij buiten spelen. En dat was voor ons een feestje. Want meestal als de lampen aangingen, moesten we naar binnen. En toen kwam mijn vader, ik kan het me zo nog voor me halen, kwam mijn vader thuis en toen vroeg hij aan ons, waarom zijn jullie niet binnen? Dan heb ik tegen mijn vader gezegd, omdat met een vrolijke bek, omdat Adriaan dood is. Omdat ik niet snapte wat er gebeurd was. Die besef kwam pas later. Toen de stoel helemaal leeg was of weg. En een bord minder. Degene waar je op hoopte dat hij binnen zou komen, die kwam niet meer. Ja. Omdat het dus een beetje een zorgenkindje was, was het ook het lievelingetje van zijn moeder. Echt het lievelingetje. Vandaar ook het hele vervelende feit dat toen Kees 's avonds uit het ziekenhuis kwam, dat hij dus door zijn moeder opgevangen in de kamer. En toen zei hij dus tegen zijn moeder, ik had beter kunnen wezen. Dus ik had beter dood kunnen zijn. Ja, dat was enorm emotioneel natuurlijk. En ja, natuurlijk niet, zei zijn moeder. Nee, natuurlijk, je bent ook mijn jochie. Ja, maar Adriaan was je lievelingetje. Dus ja. Ja. Dat gebeurde er ook nog die avond, ja. Ja.
Ik denk, Elspeth, als Kees hier geweest zou zijn... Nou? Dan had hij gezegd van, hij dat jochie. Betaal die glaasjes. Volgens mij had hij dan gezegd, heb ze je aan het werk gezet? Nou, dat had hij waarschijnlijk al geweten, hoor. Ja, hij zal het wel grappig vinden, daar ben ik van overtuigd. Dat heb je wel kans van. Kees de Goede staat op die dag, net voor de explosie, op het punt om naar huis te gaan. Hij werkt in het laboratorium van Philips. Het lab heeft twee uitgangen, waarvan één aan de kant van de haven. Nou vermoeden wij, omdat hij een halve stippendag had, dan zou hij misschien de andere kant eruit gegaan zijn via de hoofdingang. Maar hij is daar bij de achterkant uitgegaan, daar waar het schip lag. En waarom was dat? Wij vermoeden, omdat hij die sirenes hoorde, dat hij wilde gaan helpen. Want hij was bij de BZB. Hij had waarschijnlijk gehoord van, dit is brand of weet ik veel wat. Dus hij wilde toch nog even gaan helpen. En ik denk dat op het moment dat hij de achterdeur opendeed, langs de kade van het Amsterdam-Rijnkanaal, zeg maar, ontplofte dat schip. Dat was heel tragisch natuurlijk. Want ik denk, als hij gewoon een slipperdag had genomen, dan had hij via de voordeur eruit gegaan. Via de hoofdingang. En dat was niet bij het kanaal. Ja. We zeggen wel eens, als hij nou 2 minuten eerder had weggeweest, was het niet gebeurd. Maar dat zijn de als-verhalen. En dan krijg je de zolder mee vullen natuurlijk. Het is een ravage na de explosie. Overal ligt munitie. En het schip ligt in stukken op de kant. Hulpdiensten komen massaal aanrijden. Albert heeft geen weet van de chaos in de kernhaven. Ik meen dat we toen tot 4 uur werkten. En ik had een Floret Kreitler. Een Floret Kreitler is een brommer. Je had een Zundapp of een Kreitler. En dan hoorde je er echt bij. Had je een Solex, dan was je een Sjors in die tijd. Maar goed. En ik ging dan naar huis. En dan moet je je voorstellen, op de Van Tuylkade, het was zwart van de mensen. Echt letterlijk zwart van de mensen. Ze stonden allemaal buiten. En ik had geen flauw benul wat er aan de hand was. En ik zie al die mensen naar mij kijken zo van, huh? Krijg nou toch, appie. U weet misschien dat wij als getuigen van Jehovah geen bloedtransfusie nemen. En dat betekent, ik zal het even laten zien, dat hebben we altijd bij ons, en ook in de auto en op andere plekken. Dat heet tegenwoordig een medisch document. En daar staat dan op wat je wel wilt en wat je niet wilt. En wat was nou het toeval? Dat wist ik trouwens ook niet hoor. En hij ook niet. Maar het toeval was dat hij mijn kaartje had en ik zijn kaartje. Dus het is een hele logica dat mijn moeder hoorde van Albert is overleden. En mijn moeder, ik zie dat zo gebeuren, stond met haar zus en haar partner voor de ramen. Zo van, ha! En toen begreep mijn moeder dat het Kees was. Want toen ik mijn moeder hoorde huilen en helemaal over de toeren. Ik zei, maar wat is er aan de hand? Ja, jochie, Kees is dood. Ik zei, Kees is dood? Ja, en vanmiddag heb je die klap niet gehoord. Zoiets had ze, ik weet het niet meer letterlijk, maar zoiets heeft ze ongeveer wel gezegd. Heb je die klap niet gehoord? Ja, natuurlijk. Nou, dat was Kees. Ik zei, krijg nou toch. En toen viel het kwartje. Een hele shock toen natuurlijk. Dat gaan we nou krijgen. Maar er waren 2 doden. En daar zat dus niet één ruit meer in, hè? Daar aan de overkant, daar zaten we meestal te vissen. En dan kon je dus komen, over een klein stukje over het terrein van de Pegers lopen. Maar het is helemaal afgezet. En dan kon je dus zitten. Dan zette je hier de auto neer, kon je de auto in de gaten houden. Maar aan de overkant zaten we te vissen. Toen ik hier aankwam, nou ja, ik werd daar aan de weg al tegengehouden. Die zag nog wel het voorstuk van het schip op de kant liggen. Eén chaos. Auto's stonden tegen de hekken aan en die waren helemaal van front verraaid en zo.
Ook de auto van Ad, die was helemaal ingedeukt. Er was nagenoeg niks meer herkenbaar hier. Je zag die hele grote ambulance, van vroeger zag je wel staan, 2 of 3 maar. Ja, dus dan denk je nou, die zijn er om hulp te verlenen, maar niet om een stoffelijk overschot af te voeren. Als je de realiteit bekijkt, als ik dus niet bij die kennis was langs gegaan, dan had ik dus ook bij die jongens aan de overkant gezeten. Met de grote kans dat ik er dus ook het slachtoffer van was geweest. En dus niet meer aanwezig geweest was. Dus dat is heel dubbel. Triest, verdrietig en ook weer blij. Mijn moeder kreeg toen een verhaal van hij was getroffen door een granaatscherf. Maar dan wil ik veel geloven. Maar niet als je bij ongeveer 1 meter afstand staat van een boot die ontploft. En dat er niks met je is gebeurd, daar geloof ik niks van. Dus toen mijn broer eenmaal was opgebaard, heb ik gevraagd. Dat was bij Achterberg, die begrafenisonderneming. Wij noemden dat altijd die kuilengroothandel. Hè. En toen vroeg ik of ik even alleen kon zijn. En toen heb ik dat deksel van de kist, en ik hoop niet dat u dat verkeerd begrijpt, even naar beneden getrokken. En toen wist ik het wel, want het was niet wel van over. Alleen maar zijde. Ja, dat is logisch, dat is wel logica. Ze hadden wel de kist in de lengte van zijn lichaam genomen. Dat was wel zo. Mijn moeder heeft in een rusthuis gezeten. En toen heeft mijn oudste zus dat overgenomen. Natuurlijk merk je dat de moeder van Adriaan helemaal instort. Maar dan ook helemaal. En dan denk ik, ja jongens, dit gaat niet goed hè. En toen mijn moeder terugkwam en die wou ons te bed leggen, zei ze, nee, dat doet Ria. Erg, ja. 50 jaar na de explosie is de oorzaak nog steeds niet bekend. De politiek vraagt zich na de ramp af of de kernhaven wel geschikt is voor het vervoer van afgekeurde munitie. Uiteindelijk wordt het transport vanuit de Utrechtse haven stopgezet. Ja, hoe ga je verder? Ik ben nog wel een tijd bij Adriaan thuis gekomen daarna. En op een gegeven moment, ja, dan trouw je, huisje, boompje, beestje. Na 1 of 2 jaar komen er kinderen en dan verwatert dat. Ja, je gaat doen met leven. Ja, ik heb altijd wel, toen ik ouder was, dat ik dan wel naar zijn graf ging. Om bloemetjes te brengen. Want hij leed bij de dikke boom. Nou, u weet, wij zijn Jehovah getuigen. En dat betekent dat wij een hele sterke hoop voor de toekomst hebben. We geloven dat we de oorspronkelijke bedoelingen van God weer ingaan. We geloven ook in de opstanding, hier op aarde, niet in de hemel, op aarde. Dus mijn broer komt zomer en wel terug, daar ben ik wel van overtuigd. En dan zal hij waarschijnlijk zeggen van, hé, verrek, ben je toch met die blonde getrouwd? Zeggen, ja, je wil het niet weten. Dus ik heb een hele sterke verwachting, Kees, je komt zomer en wel terug. Dat is helemaal geen thema voor mij. En dan gaan we vertellen wat er allemaal gebeurd is. En dan gaan we horen of hij nou wel of niet die verlovingsring ging kopen. De ramp met het munitieschip in Lageweide. Deze maand precies 50 jaar geleden.